In Polen zijn dit weekend de toestelfinales. Daar kwam vandaag één Nederlandse in actie, Sanna Veerman. Vierde dag van de Europese kampioenschappen turnen met 5 toestelfinales. Onze aandacht gaat dan vooral naar Sanna Veerman, de 17-jarige debutante in de toestelfinale brug met ongelijke liggers. Als vierde heeft ze zich geplaatst. Sanna Veerman heeft een complexe oefening, maar komt niet in het goede ritme. Ze verliest controle en moet voortijdig het toestel verlaten. Een vol punt aftrek in de uitvoering. Sanna Veerman maakt de oefening natuurlijk wel af en eindigt als 8e in het klassement. Ja, het liep gewoon niet helemaal lekker. En aan het begin al een beetje kwam ik te dicht, een beetje naar voren toe en toen liep het niet meer. Ja. Dus jammer. Hoe beleefde jij dat dan, zo'n finale tussen al die grote namen? Het niveau was ontzettend hoog. Hoe was dat? Nou ja, toen ik dus gisteren al zag dat ik in de finale al was beland, toen dacht ik al van ja, dit wil je al als klein meisje van tegen mijn moeder. Ja, ik wil echt zo'n finale turn, dus het is gewoon super vet. Wie deze finale wint? De Russin Anastasia Ilyankova, die samen met Sanne Veerman als 4e de finale had.